Voilà, beste mensen, ik ben hier terug naar het busstation van Hulst. Hier achter mij de bus van de lijn, dus grensbus naar Sint-Niklaas, Lokeren en zo verder. Via het station van Sint-Niklaas. Maar voor de rest zie je terug hier de Nederlandse bussen. Dat is vaak dus één per uur. En ook de bus voor Antwerpen is enkele malen per dag. En voor de rest is er toch wel weinig aanbod. En het is ook zo jammer dat men zoveel tijd hier moet verliezen. Het is iedere keer hetzelfde verhaal, maar kom hier toe. Men verliest een uur, men moet dan nog overstappen in Terneuzen eventueel. Dus het zou toch wel raadzaam zijn in de toekomst dat er meer lijnen hier komen. Dus hier nog even zicht op de lijnbus. Ja, ook het tarief van de lijnbus is nog steeds momenteel 1,6 euro per rit als je lijnkaart hebt. En ook met abonnement, het is gratis. Hé. Met Belgisch abonnement kom je hier gewoon naar Hulst en je hoeft niet bij te betalen. En voor de rest, we hebben die bus 10 tot de laatste 18:01. Maar het blijft toch allemaal veel tijd verlies. Dus dat het jammer is, er zijn dus wel verbindingen naar Terneuzen. En dan verder naar Hoes en zo. Maar je moet er zoveel uren om doen, iedere dag, om ergens op je bestemming te komen. Ondertussen komt hier bus 20 aan en dan ook de bus 10. Even een hele korte pauze en zo dadelijk kan ik terug vertrekken.